Weten jullie wat voor dag het vandaag is? Ik denk het wel, of, nou ik weet het niet zeker. Het is in ieder geval Brawl Talk zaterdag. Ja, ziek nice. Onder zoveel tijd heb je gewoon een Brawl Talk op een zaterdag. En vandaag is er dus weer een uitgekomen. En deze is echt goed. Gears zijn veel en veel beter geworden. Dat is echt niet normaal. Er is een nieuwe knokker uitgekomen en er zijn allemaal leuke nieuwe dingen bijgekomen. Ook nieuwe skins en gratis skins die eraan zitten te komen. Jullie krijgen het allemaal te zien en te horen in deze video. En oh ja, ik was nog bijna vergeten te zeggen, ik mag weer 6 skins weggeven. Hoe en wat krijgen jullie verderop in de Brawl Talk te zien. Dus dat gaat heel nice worden. Dus ja, dat zien jullie zo meteen. Maar eerst wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes op een Brawl Stars video zal wel weer een keertje heel vet zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. En dan beginnen we hier bij het eerste. Er komt, als de update uit is, meteen een challenge online. Moet je wel 18 potjes winnen. Maar als je die challenge haalt, krijg je zo'n Brock. Is een hele vette skin en die kan je dus gratis dan vrij spelen. Mocht je de challenge niet halen, dan komt hij uiteindelijk ook nog in de store voor edelstenen, dus daar kan je hem altijd nog kopen. Maar het zou natuurlijk wel heel vet zijn als je deze skin gewoon gratis kan vrij spelen. Dus die komt er binnenkort aan. Dat is het eerste. Een beetje klein. We beginnen gewoon met de kleinere dingen. Er komen daarnaast ook allemaal skins aan. Frank N. Grom komt eraan. Deze skin mag ik trouwens weggeven. Ik vind hem heel vet. Die kost edelstenen gewoon. Je hebt Inspector Colette. Deze kan je in Power League vrij spelen. Dus dat is ook nice. En daarnaast komen er allemaal oude Halloween skins weer terug. Dus die zien jullie nu hier in het scherm. Al deze skins die hier staan, die komen dus terug in Brawl Stars. Dus dat is ook leuk. Dus die kan je voor edelsteen eventueel kopen. En dan heb je deze Trash Panda Penny, die komt in Tier 1 in de pass. Dus dat is ook wel nice. Ik vind die skin er wel vet uitzien. Dus dat zijn allemaal skins en dingen die eraan zitten te komen. En zoals ik al zei, die Grom, die mag ik dus weggeven. Dus de skin die jullie nu op de achtergrond zien, die mag ik weggeven. En daar krijgen jullie dus zo meteen meer over te horen hoe en wat ik dat ga doen. Maar dan gaan we nu door, want Buster is de nieuwe knokker. En dit is natuurlijk altijd het mooiste van de Brawl Talk. De nieuwe knokker. En Buster is denk ik wel een knokker die heel goed gaat zijn. Het is namelijk een tank die meer damage doet als een tegenstander dichtbij hem staat. Dus hoe dichterbij de tegenstander staat, hoe meer damage Buster gaat doen. En de super van Buster is ook heel erg nice. Je hebt namelijk een schild. Hij zet zijn super in en dan krijgt hij voor zich een schild en niemand kan daardoorheen hitten. Dus hoe vet is dat? Alleen throwers kunnen daardoorheen hitten. Of bijvoorbeeld een Janet die er bovenheen vliegt, die kan er ook doorheen hitten. Dus eigenlijk aanvallen vanaf boven, die kunnen er wel doorkomen, maar elke knokker die zeg maar een gewone hit doet recht van voren, die kan Buster dan niet aanvallen. Dat is dan veel te overpowered. Zoals Pam ook. Geen één hit krijgt hij tegen hier zo. Een Sprout daarentegen kan hem dan wel weer hitten. Maar ik denk dat Buster met deze super bizar goed gaat worden. Dat is gewoon echt te overpowered. Ik ben heel benieuwd hoe Buster gaat spelen als hij echt uit is. En zoals ik nu zag, doet hij ook best wel wat damage. Als hij echt dichtbij knokker is, hij doet ziek veel damage. Dus dat is ook wel nice. Laat even weten in de comments wat jullie vinden van de nieuwe knokker Buster. Daarnaast heeft de nieuwe knokker Buster ook een skin die eraan zit te komen. Namelijk Chainshaw Buster. Ziet er leuk uit en die kan je aan het eind van de Brawl Pass vrijspelen. De nieuwe Brawl Pass. Als die uitkomt, dan kan je dus deze skin krijgen aan het einde. Dus ja, voor degenen die het zich afvroegen. Daarnaast zijn er nog meer skins die eraan zitten te komen. Hierna gaan we hebben over Gears en dergelijke. Maar eerst nog even de skins. Pizza Oven Ash is eentje. Ziet er toch wel erg leuk uit. Ja, pizza altijd lekker natuurlijk. Ja, ziet er gewoon grappig uit. Niet mijn favoriete, maar hey, gaat er maar door. G4 Jeannette, ook leuk. Maar het is ook niet mijn favoriete skin van deze update. Die vorige skins die we tot nu toe allemaal hebben gehad, die vond ik wel heel nice. Maar om eerlijk te zijn, deze niet echt. First Blob Squeak daarentegen vind ik heel bruut eruit zien. Dit is echt mijn favoriete skin van deze Brawl Talk. Het is een soort van de Rambo-achtige. Het ziet er echt heel vet uit. En dan hebben we nog één skin. En dit is eigenlijk de belangrijkste skin. Want Omega Box Daryl kan je gratis vrijspelen in december. De exacte datum weet ik nog niet. Maar deze skin ga je gratis kunnen claimen. Dus dat is wel heel nice. En ze hadden het erover in de Brawl Talk dat er een nieuwe type box online komt. En dan denk ik dat dat de Omega Box is. Dus ik weet niet wat voor een type box dat precies is. Maar die zitten denk ik aan te komen in december. Dus ik ben heel benieuwd wat voor boxen dat gaan zijn en wat dat gaat inhouden. Maar daar komen in december achter. Dus daar hebben we nog even geduld voor nodig. Ik kan het helaas nu ook nog niet vertellen. En ik heb ook geen idee. Dus dat is een beetje shit. Maar dan gaan we het nu hebben over Gears. En dat is natuurlijk mooi. Want jullie willen natuurlijk weten. Wat is er aangepast aan Gears? Nou, alle Gears, tokens en schroot die je natuurlijk hebt verzameld in de loop van de tijd. Worden gereset. Je gaat alles kwijtraken. Maar daarvan in plaats krijg je coins terug. Dus alles wat je ooit hebt gekregen. Wordt omgezet in coins. En vanaf nu kan je je Gears upgraden met coins. De eerste is trouwens gratis. Dus als jij één keer een gear upgrade, voor één knokker kan je één keer gratis doen. Maar daarna moet je gewoon met coins betalen. 1000 coins voor een gear. En dan kan je die voor een knokker upgraden. En wat ook een voordeel is. De gear is... Of de gear... die is meteen maximaal level. Dus je hoeft niet meer eerst naar level 1, level 2 en naar level 3. Nee, hij is meteen level 3. Dus je hebt geen levels meer in gears. Je hebt wel verschillende soorten gears. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want je hebt gewoon de standaard. Die heb je nog. Shield, snelle lopen in bosjes. Die gears die hou je gewoon. Maar dit is nieuw. Je hebt rare, super rare en episch. Die mythisch, dat is hem niet geworden uiteindelijk. Dat zeiden ze in de Brawl Talk. Maar in ieder geval, dit zijn verschillende soorten gears. Rare is voor iedereen en voor alle knokkers. Dat zijn de standaard gears die je nu ook al in de game hebt. Die kan je dus voor 1000 coins kopen en dan heb je die voor een knokker. Super rare, dat is die paarse dan die je in het midden ziet. Daar staat nu episch onder, maar dat is eigenlijk super rare. Die is voor een aantal knokkers. Dit zijn specifieke gears voor speciale knokkers. Dus dat is wel vet. Dus je krijgt gears voor speciale knokkers die niet voor alle knokkers zijn. Dus dat is wel nice. En mythisch... Oh nee, dat is dan episch. Die helemaal rechts. Daar staan nu mythisch, maar dat is eigenlijk episch. Die is voor één knokker. Dus dat is gewoon één knokker heeft een aparte gear die je voor die knokker kan gebruiken. Dus dat is wel heel vet. Dus gears zijn niet zo massaal als wat het eerst was. Dat alle knokkers allemaal dezelfde gears hebben. Je hebt nu bepaalde gears voor speciale knokkers. Dus dat is wel echt heel vet geworden. En je krijgt ze dus niet meer uit dozen of dergelijke. Maar je kan ze gewoon upgraden met coins. En deze is dus voor Jean, die eerste epische gear die je kan upgraden. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Dat zien we tegen die tijd wel weer. Maar in ieder geval, de gears zijn veel en veel beter geworden. Dat sowieso. En ik ben benieuwd wat jullie vinden van deze gear upgrade. Gaan jullie hierdoor weer meer Brawl Stars spelen? Of denken jullie, ah, dit is echt shit? Wat mij betreft is dit heel goed. Dit hebben ze echt goed aangepakt. Dat vind ik. Ik ben benieuwd wat jullie mening is. Maar dan gaan we door naar het volgende. Want je kan nu ook spelers rapporteren. Dus als ze heel irritant doen of weet ik veel. Ze zitten er expres niet achter of ze gaan expres slecht spelen. Dus, zodat je gaat verliezen. Je kan spelers rapporteren. Dus dat is op zich wel fijn. Dus als een speler heel vaak wordt gerapporteerd. Gaat het spel kijken. Hey, is er iets aan de hand? Gaan ze games terugkijken. In ieder geval, dat is wel wat beter voor natuurlijk matchmaking. En daarnaast is er natuurlijk het WK Brawl Stars wat eraan zit te komen. Is natuurlijk leuk. In Disneyland Parijs ben ik toevallig een paar maanden geleden geweest. Oh nee, een maandje geleden ben ik er geweest. Dus ja, ik ben eigenlijk net te vroeg gegaan. Ik had beter nu kunnen gaan. Maar ik wist niet dat het in Disneyland Parijs was. Maar in ieder geval, tijdens het WK kan je toekijken. En kan je pins, sprays en skins vrij spelen. Deze Tara skin, Rage Quit Tara, kan je gratis krijgen tijdens het kijken van, zeg maar, het WK Brawl Stars. Dus dat is wel erg leuk. En daarnaast, wat ook echt heel erg vet is, als je Tara nog niet hebt, krijg je Tara er gratis bij. Dus dat is wel leuk. Dus wel een leuke reward op het moment dat je ook het WK aan het kijken bent. Dus voor degenen die het, dat interessant vinden, zeker weten even in de gaten houden. En dan hebben we nu een aantal kleine updates achter elkaar. Ik ga er even snel doorheen. Je kan, als je te weinig coins hebt, dat aanvullen met edelstenen. Dus dan betaal je bijvoorbeeld 11 edelstenen, krijg je extra coins erbij. Daarnaast kan je in vriendschappelijke matches met dezelfde knokkers spelen. Dus je kan 3 dezelfde knokkers in één team doen. Je hebt ook bij dagelijkse questen vaker questen die voor alle knokkers zijn. Dus waardoor je niet een bepaalde knokker of game mode hoeft te spelen. En in megaboxes en gewoon in dozen überhaupt krijg je meer coins. Omdat je geen schroot en gear tokens meer kan krijgen, krijg je meer coins. En wat ook nice is, is dat je gadgets en sterrenkrachten nu niet meer in de store hoeft te kopen. Maar dat je gewoon bij de knokker zelf dat in één keer kan gaan kopen. Dus dat is ook nice. En nu, het laatste. Je kan met knokkers die je nog niet hebt. Dus als jij nog niet alle knokkers hebt en je wil een keer met de knokker spelen, kan je dat nu doen in vriendschappelijke potjes tegen bots. Dus niet tegen echte spelers, maar wel tegen bots. En dat is wel heel leuk. Dus dan kan je al knokkers uitproberen voordat je ze überhaupt hebt. En dan hoef je niet alleen in die oefenarena te spelen. Je kan er ook echt daadwerkelijk een potje mee doen. Wel tegen bots, maar hé, hey, het is beter dan dat het was. Dat sowieso. En dan waren dat eigenlijk alle updates die ik aan jullie wou vertellen. Laat even weten wat jullie favoriete update was tot nu toe. En nu denken jullie, Joram, ben je niet iets vergeten? De giveaway? Nee, ben ik niet vergeten. Want dat ga ik nu namelijk doen. Ik ga namelijk 6 keer de skin weggeven van Grom. Heel erg vet. Wat jij moet doen om kansen te maken is deze video liken, abonneren op mijn YouTube kanaal en even in de reacties achterlaten waarin ik jouw contact op kan zoeken. Ik zeg niet helemaal goed. Maar in ieder geval, ik moet een link naar jou toe kunnen sturen, zodat jij die skin kan claimen op je account. Dus als jij je TikTok naam, Insta, even in de reactie zet, dat ik zeg maar jou een berichtje kan sturen, zal handig zijn. Want via YouTube kan dat niet. Ja, dat is echt shit. Dus doe dat en dan maak je kans op een van die skins. Dus dat is wel vet. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!